Welkom bij de kennisclip waarom kunnen zouten basis zijn. En na deze kennisclip kun je uitleggen welke zoutoplossingen basis zijn. Of je kunt dat zelfs voorspellen. Dus laten we maar meteen in het onderwerp duiken, basische zouten. We gaan straks vier denkbeeldige proeven doen, waarin we een bekerglas hebben met een roerflow en een magneetroerder. Een pH-meter waar we elke keer in het water, in het bekerglas, een zout oplossen. En we gaan voorspellen wat er gaat gebeuren met de pH. Dus laten we starten met de volgende zouten. Keukenzout, natriumhydroxide, natriumoxide en soda. We gaan stap voor stap per zout bekijken wat er gebeurt in die oplossing. We starten met keukenzout. Het oplossen van keukenzout in water. En wat gebeurt er dan met de pH? Nou, keukenzout ben je al eerder tegengekomen. En misschien is het handig om zo meteen even het filmpje te stoppen. Op te zoeken wat de molecuulformule van keukenzout is. En alvast voor jezelf een keer het oplossen van keukenzout in water om die reactie op te schrijven. En dan als je nu stopt, zie ik je zo meteen weer terug in de film. Oké, als het goed is heb je in tabel 73 kunnen vinden dat keukenzout dat natriumchloride is. En uit tabel 70 blijkt dat natriumchloride goed oplosbaar is. In dat geval krijg je het oplossen van een zout, natriumchloride, solid, oplossen in water, dus plus AQ boven de pijl, geeft natrium plus ionen en Cl min ionen. Als je nou goed kijkt, zie je dat er in deze reactie geen OH- of H3O+ ontstaan. Dus in dat geval kun je stellen dat je te maken hebt met een neutrale oplossing. Dus, als je keukenzout oplost in water, dan gebeurt er niks met de pH. Hij blijft neutraal. Nu gaan we kijken naar natriumhydroxide. Dus het oplossen van natriumhydroxide in water en de voorspelling wat er met de pH gebeurt. En ook dit is weer een herhaling, want in een eerder kennisclip heb je kennis gemaakt met deze reactie. Uit tabel 70 blijkt dat natriumhydroxide goed oplosbaar is. Dus je krijgt de volgende reactie. Natriumhydroxide oplossen in water geeft Na+ ionen plus OH- ionen. En van die OH-ionen weten we dat als die in de oplossing zitten, dat je te maken hebt met een basische oplossing. Dus als je natriumhydroxide oplost in water, dan krijg je een basische oplossing. Dus een hoge pH. Nou, laten we kijken naar een andere stof. Natriumoxide. Dat is de derde in het lijstje. Wat gebeurt er met de pH als je natriumoxide oplost in water? Nou, weer terug naar de tabellen. Tabel 70. En wat blijkt uit tabel 70? Dat natriumoxide reageert met water. Dus er gebeurt iets. Nou, de eerste stap is het oplossen van natriumoxide tot natriumionen en zuurstofionen. Maar met die zuurstofionen is wat bijzonders aan de hand. Als die ontstaan, pluk je die meteen een H+ weg bij water. Dus dat is een hele sterke base. Dan krijg je de volgende reactie. Die zuurstofionen die nemen een H+ op van het water en er ontstaan twee OH-ionen. Nou, twee reacties die achter elkaar plaatsvinden, die mag je optellen. En dan krijg je de totaalvergelijking. Natriumoxide plus H2O geeft 2 natrium plus OH-. 2 OH-. Ook hier zie je weer dat er OH-ionen ontstaan zonder dat die in het natriumoxide zitten. Dus door die reactie ontstaan die OH-ionen. En ook hier heb je weer te maken met een basische oplossing. Dus als je natriumoxide oplost in water, dan krijg je een reactie die leidt tot een basische oplossing. Dan de laatste reactie, soda. En misschien is het ook weer handig om nu voor jezelf weer even uit te zoeken wat soda is en hoe die zou gaan oplossen.
oplossen van soda en water, dus de voorspelling, als je soda oplost in water, wat gebeurt er dan met die pH? Uit tabel 73 blijkt dat soda Na2CO3 is. En als je dat oplost, en het is goed oplosbaar, zo blijkt uit tabel 70, krijg je de volgende reactie. Natriumcarbonaat, oplos in water, geeft 2 Na plussen plus 2 carbonaationen, CO3 2-min. Nou heb je bij de kennisclip over zwakke zuren en bazen kennis gemaakt met carbonaat. En het blijkt dat dat de zuurrest is van het zwakke zuur, koolzuur. Dus waterstofcarbonaat. Dus er gebeurt op het moment dat je carbonaat in de oplossing krijgt, gebeurt er iets in die oplossing. Zo haalt die carbonaat, wat ook weer een sterke basis is, die haalt weer een H+ af van het water en je krijgt waterstofcarbonaat plus een OH-ion. En aan de dubbele pijl zie je dat het een evenwicht is, dus de reactie vindt continu plaats naar twee kanten toe. Maar dat waterstofcarbonaat, die kan nog een keer een H+ opnemen. En natuurlijk aan de OH-, die uit die reactie ontstaat, zie je al dat je te maken krijgt met een basisoplossing. Maar zoals gezegd, die waterstofcarbonaat, die HCO3-, die kan nog een keer H+ opnemen. En dan krijg je het koolzuur en nog een keer OH-. Dus als je soda in water oplost, krijg je OH-ionen. Dus een basische oplossing. Dus oplossen van soda geeft een hoge pH, dus een basische oplossing. Nou, terugkijkend naar de zouten. Als je natriumchloride oplost, en chloride, dat is de zuurrest van een sterk zuur, dus zelf een zwakke basis, gebeurt er niks in die oplossing. Als je natriumhydroxide oplost, krijg je doordat OH-ionen ontstaan, krijg je een basische oplossing. Als je natriumoxide oplost, krijg je reactie met water, waar OH-ionen ontstaan, dus ook een basische oplossing. En als je natriumcarbonaat oplost, krijg je doordat het carbonaat de zuurrest van een zwak zuur is, dus een sterke basis, krijg je dus ook een basische oplossing, omdat er door de reactie van die sterke basis OH-ionen ontstaan uit water. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze kennisclip. En als het goed is, kun je nu uitleggen welke zoutoplossingen basis zijn en waarom dat zo is. Nu zijn we helemaal aan het eind van de kennisclip en ik zou zeggen tot de volgende kennisclip.